veel gezichten van de kant van HC 21. Heb jij dat gevoel in het veld ook gehad? Ja, zeker. We hebben eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld. Precies eigenlijk zoals we wilden. We wilden ze onder druk zetten. We wilden ze met voetbal, ons voetballend spel wegspelen. In ieder geval tot een gaatje proberen te komen. Dat was nog niet eens slecht. We vonden het niet slecht gespeeld hebben. Alleen je geeft 3 goals uit niets, geef je weg. En dan kun je tegen voetballen wat je wil. En dan moet je bij jezelf maar even te raden gaan wat we willen. Want zo win je geen wedstrijden. Maar ook tot een vakantie gezien. Ja, genoeg kansen, dat zeg ik. We hebben helemaal niet slecht gespeeld. Ook met een beetje geluk maak je er 3 of 4. Dus dan is die penalty ongelukkig. Maar in de eerste helft hebben we nog 3, 4 kansen gehad voor de rust. En de tweede helft, we hebben tegen elkaar gezegd dat we gewoon volle bak door wilden gaan. Want we zaten toch in een goede flow, om het zo maar te zeggen. En 2 fouten van ons en het was klaar. We lagen aan de andere kant erin. Dan komt er nog een inhaalrace in de slotfase, maar dan lijkt het ook allemaal een beetje te gehaast, hè? Dan moet het ook echt, hè? Ja, het is dan een beetje te geforceerd, precies wat je zegt. We doen het eigenlijk goed over de grond en dan moeten we het ballen door de lucht gaan spelen die een beetje op geluk. Ja, dat is niet onze kracht, dus dan moet je hopen dat die goed valt. Dat deed hij helaas niet. Ja, 1 keer, maar dat was niet voldoende. Kun je je eigen doelpunt nog beschrijven? Want ik heb gezegd, ik weet het niet helemaal zeker. Tuurlijk heb je daar een voetbeweging en een actie waarin je hoopt waarschijnlijk zelf ook dat hij richting het doel gaat. Maar er zal toch ook wel iets geluk bij gezeten hebben. Kun je het zelf beschrijven vanaf het begin af aan? Ik zal mijn best doen. We voetballen goed en die aanval is eigenlijk het perfecte voorbeeld zoals we dat willen. 1 keer raken, buitenspelen naar binnen, links back eroverheen, in dit geval Koen. Ja, strakke voorzet en oké, een beetje geluk moet je hebben, maar het was wel bewust om hem op goal te schieten. Ja, hij gaat er fantastisch in, maar het is maar eentje, hè? Zij hebben er 3. Ja, jullie hebben er in totaal 2, maar het blijft 1 te weinig, hè? Ja, 1 te weinig. Ja, zo is voetbal. En dan kun je nog zo goed spelen als je wil. Maar dan houdt het op. Ben je tevreden over je eigen rol of heb je nog dingen waarvan je zegt van nou, dat had bij mij vandaag beter gekund, behalve nog dat doelpunt? Ja, precies. Nog iets efficiënter zijn voor de goal. Verder, er zit wel progressie in, dat merk ik zelf ook. Daar hebben we het veel over. In dat opzicht ben ik tevreden. Verder, met het resultaat kun je moeilijk tevreden zijn. Mag ik je een flegmatieke speler vinden? Want soms dan zie ik dingen waarvan ik denk, jemig, wat kan die gozer? Maar af en toe zie ik ook dingen en denk van, hoe is het mogelijk? Dat mag. Iedereen heeft een mening. Van buitenaf is het altijd makkelijk praten. En ik heb het eerlijk gezegd vaak gehoord. Maar ik vind het belangrijkste wat de trainer ervan denkt en hoe mijn medespelers erover denken. Die weten hoe ik speel en hoe het is, hoe ik ben. En, klopt. Ja, ik heb niet gezegd dat je niet terecht in de basis zou staan, hè? Dat lees ik ook. Dat snap ik, hoor. Maar ja, goed. Ik snap wat je bedoelt. Ik hoor het vaker en het is een beetje mijn spel. Ik heb af en toe ook wel een trap onder mijn kont nodig van de trainer. Maar de trainer weet dat ook. Daar hebben we over gesproken en de jongens weten dat. Dus ik doe gewoon mijn best voor het team en ik doe het zoals ik het doe. Ja. En ik begrijp, er zit nog verbetering in. Ja, ik merk het wel. Ook ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was het heel wisselvallig. Deze wedstrijd was bijna zoals het moet. Alleen we moeten nog punten pakken. Net als bij je ouders. De smashes die moeten rechtstreeks naar de grond, hè? Ja. Bij hun was het makkelijker, hè? Volleyballen. Dan hoef je maar genoeg punten te maken. Maar nu, helaas. Vandaag zat het er niet in.